Wij zijn animatiestudio Job, Joris en Marieke. Misschien heb je wel eens een film van ons gezien. Misschien ook niet. Oh, maar nu gaan we iets vertellen over onze film Otto. Kijk, dit is hem. Zie je hem niet? Goed kijken. Nee joh, grapje. Otto kun je niet zien. Hij is het fantasievriendje van Winnie. Alleen zij kan hem zien, want zij heeft hem verzonnen. Maar op een dag raakt Winnie Otto kwijt. Erg hè? Het idee van de film kwam van Aagje, de dochter van Joris en Marieke. Aagje had ook een fantasievriendje. Een eendje. Op een dag liet ze hem een oma zien. Aagje zei... Kijk oma, een eendje. Maar oma verstond... Kijk oma, een eitje. En ze nam een hap uit Aagjes eendje. Ik moest keihard huilen. Dat was zielig. Het was wel een goed idee voor een film. Otto is een animatiefilm en hij is in de computer gemaakt. Eigenlijk is dat heel simpel. Je typt gewoon Otto, even wachten, en dan maakt de computer vanzelf de hele film. Nee, zo makkelijk gaat dat niet. Een animatiefilm maken is heel veel werk. Eerst moet je het verhaal bedenken en opschrijven. Daarna maken we een storyboard. Dat is eigenlijk een soort stripverhaal van de film. Dan gaan we de karakters ontwerpen. Die zien er in onze films altijd een beetje raar uit. Bij Otto hebben ze bijvoorbeeld veel te grote hoofden. Voor de achtergronden zoeken we eerst altijd heel veel plaatjes en die maken we dan na in de computer. En dan moet er natuurlijk ook nog geanimeerd worden. Alle karakters hebben een soort skelet in zich, waardoor we ze kunnen laten bewegen. En als laatste maakten we de geluiden bij de film. En natuurlijk de muziek. Maar vond Winnie Otto dan wel weer terug? Daarvoor moet je de film gaan kijken.